Ondanks dat het Dordrecht Museum alweer bijna 3 maanden dicht is, wordt er al druk nagedacht over een nieuwe tentoonstelling. Najaar 2022, dan is het zover. Dan verschijnt de tentoonstelling over de bekende portretschilder Jan Vet. Jan Vet was als portretist en als schrijver over kunst een van de belangrijkste figuren in de kunstwereld in Nederland rond 1900, van 1880 tot 1925. Een heel belangrijke figuur die eigenlijk helemaal niet zo bekend is. En we vinden het tijd om daar verandering in te brengen. Vet is een Dordtenaar, hij is geboren in Dordrecht, weliswaar op 16-jarige leeftijd naar Amsterdam vertrokken. Maar kwam vaak nog terug in Dordrecht, kwam ook vaak in het Dordrechts Museum. En we hebben een grote collectie werk van Jan Vet. Dus genoeg gelegenheid en aanleiding om een tentoonstelling over hem te organiseren. Het museum heeft een oproep gedaan om, als je een schilderij van Vet thuis hebt, om dat bekend te maken aan het museum. De kans bestaat dat niet alle schilderijen in het museum komen te hangen. Maar het Dordrecht Museum wil graag weten of en waar er überhaupt nog werken van hem zijn. We zijn dus nu nog aan het begin van de voorbereidingen. En een onderdeel van die voorbereiding is het onderzoek naar de kunstenaar en naar zijn werk en wat hij allemaal heeft gemaakt. En omdat Jan Vet portretist was, voor het grootste deel, betekent dat hij veel werk in opdracht heeft gemaakt, veel portretten heeft geschilderd voor families. En de verwachting is dus dat het zou kunnen dat werken daarvan nog steeds in familiebezit zijn. En we zouden graag dat hele oeuvre van Jan Vet in kaart willen brengen. En dus zoveel mogelijk te weten willen komen over die werken, waar ze zijn en waar wellicht een paar daarvan ook op de tentoonstelling te zien kunnen zijn. We willen ook een mooie publicatie erbij maken, een boek. En proberen dus echt deze tentoonstelling als aanleiding te zien om grootschalig onderzoek naar de kunstenaar te doen. Naar zijn schilderijen en zijn leven, maar bijvoorbeeld ook naar de brieven die hij heeft geschreven. Het Dordrecht Museum heeft een groot archief, familiearchief van Jan Vet ook, waarin een hele correspondentie met zijn vrouw en zijn kinderen, maar ook met andere kunstenaars. En dat soort brieven is ontzettend waardevol. Dus ook dat is de oproep aan eventueel mensen thuis die werk van Jan Vet thuis hebben. Of ze misschien ook nog correspondentie hebben over die opdrachten en over dat portret schilderen.